Goedemorgen, dames en heren. Ik wil u allereerst hartelijk danken voor de zeer vriendelijke ontvangst. Ik vind het helemaal super om hier te zijn. Ik ben zelf ook, zoals u misschien weet, een radiofreak. Mijn belangstelling voor Radio Londen is er eigenlijk altijd al geweest, vanaf het begin. En is eigenlijk nooit meer weggegaan. Iedere keer als ik aan vroeger terugdenk, dan lijkt het alsof Radio Londen voor mij bijvoorbeeld een jaar geleden is. Maar niet bijna 40 jaar geleden. Dus ik hoop dat iedereen het heeft. En het is natuurlijk überhaupt een heel leuk onderwerp om over te praten. En het is sowieso leuk om met andere mensen erover te praten. Ja, iedereen zal waarschijnlijk je inspanningen waarderen dat je hier zit. Nou, Want ja, helemaal vanzelfsprekend was het uiteraard niet. Mezelf is het wel vanzelfsprekend. Ja? Ja, ik zie er echt niet tegenop. Want je zit er al jaren in natuurlijk, in dit hele proces. Ja, maar ik heb ooit aan Hans Knot beloofd om een keer langs te komen. En dit vond ik wel een mooie gelegenheid. Nou, laat het even nalopen. Mag ik nog even? Ja. Qua gezondheid. Misschien vindt u het niet zo interessant, maar ik vind het zelf wel interessant. De fysiotherapeut heeft mij gezegd dat hij ongeveer nog een jaar nodig zal hebben om bij weer een beetje stroomlijn te krijgen. Dus het gaat de goede kant op. Ja, nou, het is opvallend. Nou, de vooruitgang is spectaculair in elk geval, hè, de afgelopen jaren. Nou, laat het eens even nalopen, want ja, je werd in augustus 2004 door een hersenbloeding getroffen. Ja, 2 augustus om 2:30. Ja, daarna waren de dokters aanvankelijk erg somber. Hè, van dit woord, vooral de eerste 7 weken, om 7 weken in het AMC gelegen. Toen tijdens je revalidatie was er een enorme koerswisseling bij Radio 10. Je bent verdwenen als programmamaker, maar ook als programmadirecteur. Nou ja, dat was pas achteraf, bleek. Dat hebben ze toen niet verteld. Nee, maar hoe voelt dat dan? Dat klinkt als een enorm dal waar je dan als mens in terechtkomt. Nee, zo heb ik dat niet ervaren. Maar waar haal je die spankracht vandaan om dat allemaal te kunnen pareren? Er was zoveel veranderd bij Radio 10. Erik de Zwart was weg als directeur. Dus de hele sfeer was anders. De hele sfeer was anders. Er waren andere mensen gekomen. Dus het had niet dezelfde sfeer om in te werken. Ja, het was toen heel erg leuk. Voelde je het al een beetje afkalven? Van, gaat dit wel goed? Ik voel nog steeds het verder afkalven. Helaas. Ja. Maar je zou zeggen, je was een onderdeel van de zender. Hè? Dat werd ook gezegd bij het ontslag. Van, het is een van de grondleggers en de stemmen van het station. En dan opeens, dan ben je overbodig geworden. Omdat ze denken van, kom, we gaan het toch allemaal weer anders doen. Dat moet een enorme deceptie zijn. Nee. Toen ze mij kwamen vertellen dat het voor mij afgelopen was, wist ik eigenlijk al dat het ook voor de andere mensen zou gelden. Dus ik wist dat het nog veel erger zou worden. En het einde is nog steeds, ja, misschien is het wel afgelopen over een paar maanden. Ja. Hoe ziet je toekomst eruit? Heb je erover nagedacht wat je gaat doen? Ligt er nog radio in het verschiet bijvoorbeeld? Volgens mij ligt er een heleboel radio in het verschiet. Je wilt er een onderdeel van uitmaken, ja, en weer het vak in? Ja. Ja. Wat? Dat is natuurlijk een heel erg leuk vak. Ja. En je stem is opmerkelijk goed hersteld. Nou, dat herstel gaat nog steeds door. Ja, want de lispel is eruit. Het is weer duidelijk. En dat is heel opmerkelijk, toch? Ja. Maar die verbeteringen merk je toch bijna iedere dag. En dat is heel apart. Ja. Maar ik heb in het AMC al destijds gezegd van, het komt weer goed tegen een dokter. En een paar weken geleden was ik in het AMC. En die wist toen nog dat ik die dingen had geroepen. Maar ik sprak er ook een andere dokter, een professor dokter notabene. Heeft hij voor zijn naam staan, dus hij heeft er wel verstand van. En die had het ook nog nooit meegemaakt. Ja. Wat er is gebeurd, geen idee. Ja. Maar het gekke is dat het herstel pas is begonnen thuis. Dus ik heb ook nog in de Trappenberg gezeten, nog een half jaar. En ik was 2 dagen thuis en toen begonnen de spectaculaire dingen. Ja, omdat je dan in je eigen omgeving zit en denkt van, hier moet ik toch zitten blijven? Ik ben geen dokter, ik weet het niet. Nee. Ja, je hoort als wel, iemand het weet, dan je hoort wel vaak dat wilskracht een van de belangrijkste genezers is. Hè? Ja. Op een keer kwam een dokter langs van Arbo. En die heeft mij voorspeld dat het zo zou aflopen. Maar ja, het gekke was, het eerste half jaar in de Trappenberg gebeurde er niks. En toen begon het. Dus eerst mijn rug, toen mijn voet en toen mijn benen en mijn arm.
Ja, want die, allemaal terug. Die arm, dat is nog steeds een beetje nee, dat komt ook wel terug. Oh, ja. Nou, oké. Het ziet er allemaal heel goed uit. Ja. Ja. Maar heb je echt concreet over nagedacht, dit wil ik nog gaan doen in mijn leven? Zijn dat vastomlijnde ideeën? Ik heb er niet veel verstand van, maar ik hoor dat er gesproken wordt over nieuwe mogelijkheden in verschillende banden. Mm-hmm. Dus, en sommige mensen zijn daarmee bezig en die hebben gezegd van, als het zover is, dan bel je. En dat zou dan ook bijvoorbeeld een format zijn, kunnen zijn als dat van Radio 10? Ja. Dat zou je ook het aardigste vinden. Uiteraard. Om in, ja, dat, in die sfeer. In, ja, die... Je moet alleen wel beseffen dat zo langzamerhand 2007 is. Dus liedjes uit de jaren 50, dat kan niet meer. Nee. Zelfs de jaren 60 is het probleem. Nou ja, Radio 5 ja, vult zijn uren eraan. Ja, die hoeft geen geld te verdienen. Nee. Althans, dat roepen ze altijd. Ja, ja, dat zou ook niet kunnen met zo'n format. Radiomensen geven reclamemensen de schuld. Want reclamemensen, volgens de radiomensen, willen niet voor oudere mensen programmeren. Want oudere mensen die zijn ook als doelgroep voor de reclame niet zo interessant, want die hebben alles al. Nou, die hebben destijds een keuze gemaakt van de artikelen die ze gebruiken. Ja. Zeggen de radiomensen. En die zijn daarom niet interessant voor reclamemensen. Nee. Maar ja, het gek is, want ik kan me niet voorstellen dat bijvoorbeeld de radiomensen, of dat de mensen in Nederland anders zouden zijn dan de mensen in Engeland of in Amerika. In Amerika en in Engeland. Koppen? Ja? Niet te verstaan? Ja, zo is beter. Hartelijk dank. En daar wordt ook radio geluisterd. En daar bestaan wel gouden, ja, ouders. Dus het is een kwestie van mentaliteit. Van een Nederlandse mentaliteit. Wel een beetje. En het heeft ook natuurlijk te maken met, wat zijn de mogelijkheden in Nederland voor radio? Die zijn maar heel beperkt. Ja. Nou zag je jezelf dan net op het scherm als jongeling. Net, ja, in het vak. Ja, 2 jaar geleden. Ja. Heb je nog iets met die tijd van Veronica? Het gaat nooit weg in je hoofd. Dat is het rare. Dus het zijn ook vormende jaren geweest, waarin dat allemaal maar mooi gebeurde. De mooiste tijd vond ik Radio 10, eerlijk gezegd. Ja. Maar het succesvolste was bij de Trots natuurlijk. En Veronica was meer pionier. Maar het grote probleem was dat alle programma's moesten worden opgenomen. Ja. Dus Daar verlies je al veel van het contact, ja, en de rechtstreekse binding met de media zelf. Ja. Ja. Nou zouden heel veel mensen in dit zaaltje ongetwijfeld hun linkerarm geven om een jaar te mogen werken in de Veronica van de oude constellatie, op zee en het was, alles. Het was hartstikke leuk. Ja. Het was hartstikke leuk. Maar het valt me op, in interviews ben je daar ongemeen kritisch op die tijd van Veronica. Omdat het niet vakkundig gebeurde. We waren eigenlijk wel min of meer de eerste. Maar als je het vergelijkt met wat er daarna is gebeurd. Bij Veronica was het altijd op elk terrein een beetje behelpen. Dus zowel technisch als programmatisch. Dus iedereen. Ik kwam bij Veronica in dienst. De eerste dag notabene. Niemand vertelde mij wat ik moest doen. Dus wat ik heb gedaan, dat heb ik dan zelf bedacht. Ja. Gelukkig had ik die ervaring van het veel luisteren naar Radio Londen. Dus die ervaring heb ik meegenomen naar Veronica. En later kreeg ik gelukkig nog de kans om 3 weken naar Amerika te gaan. En daar heb ik ook veel op gesteld. Maar je hebt echt leren zwemmen gewoon door het te doen. Van begin maar, doen, ja, meneer Mulder, hier is de studio en film maar de nachtuur. En bij Veronica waren het natuurlijk niet de meest fantastische krachten. Dus niet menselijk. Ja, Gerard de Vries. Sorry hoor, Gerard. Giel Montagne. Het waren natuurlijk niet de uitvinders van de radio. Nee. Maar er wordt dan geredeneerd, het was populair, zwaar. Nee, we waren de enige. Dus heel makkelijk om populair te worden. Ja, ja. Dus je zag toen Noordzee kwam, dat het eigenlijk al veren. Ja, omdat Noordzee het veel beter deed in het nadenken. Nou, de ontvangst was sowieso sterker. En wat zij deden was meer radiomatig. En
wat Veronica deed was een beetje in dienst van de plaatindustrie. Ja. En dat was bij Noordzeel minder. Ja. Een beetje minder. Nou, wat we mailen al volgens mij al een week of zes heen en weer voor dit gesprek. En ja, het frappeerde me, jij schreef, Veronica deed eigenlijk alles een beetje. Een nieuwe platen draaien, nee. Of commentaar opgeven. Nee. Ze draaiden hoofdzakelijk nieuwe platen. Ja. Dus hitparade platen kwamen niet aan bod. Nee, dat is raar voor een heel populair station. Ja. Want zodra het populair werd, dan haakten ze af en pakten ze weer iets nieuws uit de ruis. Sterker nog, ze draaiden platen die niet zo goed waren. En vertelde er ook nog bij dat het geen goede platen waren. Ja. Ja. Dat zou een doodzonde zijn voor elke programmeur natuurlijk. Ja. Maar, en alles door elkaar. Dus al die Nederlandstalige dingen als Vader Abraham en Corrie en de Rekels. Hoe kun je dat in hemelsnaam combineren met Led Zeppelin? Ja. En toch gebeurde dat. Een klomp met een zeiltje werd moeiteloos door Stairway to Heaven gevolgd, bijvoorbeeld. Ja. Maar jullie hadden ze keken me ook raar aan toen ik hits ging draaien. Ja, want dat had je geleerd van Londen, van ram erin, dit is het medium radio, zo moet het gebeuren. Ja. En dat willen mensen horen. Ja. Maar er werd toch met elkaar gepraat bij Veronica, in DJ-vergaderingen. Maar niet daarover. En dat was toch het belangrijkste van een radiostation? Nou ja, dat was het manco. Huh. Er werd nooit over muziek gepraat, in dit verband. Er werd wel eens over muziek gepraat, maar er werd nooit gepraat over een format. Nee. En iedereen deed maar wat en kreeg ook de vrijheid om het te doen. Iedereen mocht doen wat hij wilde. Ja, ja. Ja. Maar wat was dan de bindende kracht van Veronica? Dat we de enige waren, in eerste instantie. Ja. En dat iedereen zijn eigen populariteit had en daar wel een beetje op kon drijven. Sommige mensen waren natuurlijk populair. Lex was populair. Tineke was populair. Dus het station had gewoon een aantal sterke bindkrachten. Ja. Dus die sterke binding met het station kwam natuurlijk door de mensen die er werken. Ja. Nou zijn er een paar boeken verschenen. Nou, Rob Oud, één jaar later, was lange tijd het referentieboek. Hè? Auke Kok is erbij gekomen. Met dat was Veronica. Wat is voor jou de beste geschiedschrijving? Auke, een journalist, dus die weet hoe het moet. Die is onafhankelijk, dus die heeft er niks mee te maken. Ja. En die schrijft het 30 jaar later. Ja. Want de rol van Rob Oud in Auke Koks boek is ook een heel stuk minder dan in het boek van Rob Oud. Nou, je zegt het zelf al. Dat was karakterologisch ook wat er speelde. Rob Oud was Veronica. Mr. Veronica. Nee, hij had zichzelf Veronica gemaakt. Mm-hmm. Maar als je naar de leeftijden kijkt van al die mensen die er werkten, dat stelde allemaal niks voor. We waren beginnen in de 20. En hij was de oudste en hij had het grootste mond. Ja. Ja, dat bedoel ik niet negatief. En hij had natuurlijk een bepaalde ervaring in die bladen al. Dus men ging ervan uit dat hij min of meer verstand had van het een en ander. Mm. Althans, we hoopten dat hij verstand had van die dingen. Ja, nou, aan het enthousiasme heeft dat ook niet gelegen. De beuk erin en het was met z'n allen vooruit. Om voor te werken. Ja. Maar je schreef ergens van, bij Veronica werken, dat was strijden, met z'n allen strijden voor Veronica. Ja, nee, volgens de regels van Rob Oud. Precies. Want dat was heel duidelijk wat er aan de hand was. Ja. Het leek leuk en mooi en ongedwongen. Maar dat kwam eigenlijk. Nou, de spanningen kwamen toen. Toen we moesten vechten om te blijven bestaan. Dus daarvoor was het veel vrijer. Maar toen Oud een beetje de lakens ging uitdelen, toen veranderde het echt. Toen kwam die huiltoon er ook in van help ons anders dan. Ja, maar ieder uur werd er gezeurd over de toekomst. Oh ja. Maar dat vond je professioneel ook niet goed? Zo'n station die hele toon meekreeg? Nee, natuurlijk niet. Nee. Want dat vind ik alleen maar negatief. Ja. Dus je moet blijven vechten. Ja. Maar stond je daar alleen in die mening? Om het anders te doen? Of niet zo veel en zo frequent en zo zwaar? Nee, niemand. Of iedereen beseft natuurlijk dat je niet echt bij anderen terecht kunt. Dus als je weggaat, weet je dat je geen baan meer hebt. Ja, je moest die regels ook wel spelen volgens het spel. Wil je een baan blijven houden? Ja. Maar het was slecht voor Veronica. Veronica had dus eigenlijk nog veel beter kunnen zijn in de toptijd als je erover na had gedacht. Ja. Als je kijkt naar de populariteit van Londen en hoe professioneel het allemaal gebeurde. Als Veronica
al is maar voor een deel, van muren van Londen had overgenomen. Had je moeten kijken wat er was gebeurd. Ja, want het lijkt wel een topstation met enorme ratings, maar als je gewoon naar de cijfers van, dat jaar, van die jaren kijkt, dan hadden ze 1 miljoen luisteraars. Niet gek, nee, maar niet spectaculair. Nou, maar dat was ook een zwakke zender. Stel er niet zoveel voor. Hm. Maar toen Noordzee kwam, toen het gebeurde het veel in Nederland. Ja, maar dat was nog steeds voor Veronica niet een aanleiding om te zeggen, kom eens jongens, we moeten ook eens hier kijken of het de lijnen wat moet aanhalen. Nee, er werd alleen maar gedacht aan acties. Ja. Als we een grote mond maken en als we acties doen en als ze emotioneel wordt, oud was daar heel sterk in, dan redden we het wel. Ja, dat werkt natuurlijk niet zo. Ja. Nou heb je net in die tijd dat het schip op het strand lag en dat soort zaken, in Dallas rondgekeken, Chicago geloof ik en New York, daar heb je ongetwijfeld gezien hoe je dat wel heel strikt moet doen. Nee, ik viel bijna van mijn stoel wat er allemaal gebeurde. En wat het meest frappante was het aantal stations dat er allemaal uitzond. Want de hele band zat gewoon vol. Ja. En niet alleen FM, maar ook AM. En die konden allemaal een boterham verdienen omdat wat ze deden heel goed beredeneerd was. Ik heb later wel eens gehoord dat in Los Angeles er maar 15 stations waren. Van de 100 die daar uitzenden, dat er maar 15 geld verdienen. Ja. Dus de andere verdienen geen geld. Nee. Dat dobberde een beetje voort. Ja, ik weet niet hoe ze het voor elkaar houden, maar je kunt natuurlijk niet jarenlang geen geld verdienen. Nee. Maar hoe ging dat? Dan kom je dus terug uit Amerika, heb je heel veel dingen gezien. Natuurlijk trappelend van enthousiasme om dat ook bij Veronica eens aan te katen. Ja, je merkte het wel aan mijn programma's toen. Ja. Ik was sowieso veel sneller, dus het gesproken woord werd minder, omdat de muziek, wat zo gebeurt in Amerika, was het belangrijkste. En discjockeys waren niet zo belangrijk. Dus je deed er in je eigen programma eigenlijk wat mee. Maar voor het station was het verloren moeite geweest. Nou, die waren niet in Amerika geweest. Ik was de enige met Lex. Ja. Dus die wisten niet hoe... Ik neem het niemand kwalijk. Maar als je niet weet hoe het moet, dan kun je het ook niet doen. Nee. Maar dat was ook geen thema tijdens die vergadering. Van, goh, ik heb het daar gezien. En laten we eens iemand invliegen die hier de zaken tegen het licht houdt. Nee, maar je kunt het heel moeilijk uitleggen. Want je moet het echt horen. Mm-hmm. En dan moet het ook nog in je hoofd zitten. Van, zo wil ik het gaan doen. En ik had natuurlijk die ervaring met Radio Londen. Maar ik hoorde nooit iemand bij Veronica van... Goh, dat was leuk hè, Radio Londen. Ja. Maar is Veronica daarin stil blijven staan? Ik bedoel, iedereen kent het verhaal van Willem van Kooten die in 1964 naar Amerika ging. Die kwam terug met de horizontale programmering, dubbedrukte t-shirts en de hitparade, dat hoor je altijd. Zijn ze daarin blijven hangen en hebben ze zich vanaf 1964... Nee, het werd alleen maar erger. Want Veronica, we hadden programma's die duurden allemaal 2 uur. En oud bracht ze terug tot 1 uur. Dus in plaats van vooruit gingen we achteruit. Ja. En die macht, die had hij ook om dat door te voeren? Ja, hij was de baas. Ja. Had dat geregeld met Bill Verwij dat hij de baas was. Ja. Dat hij mocht doen wat hij wilde. Maar dit is altijd zo'n mooi praatje dat Veronica, de Veronica-democratie bestaat eruit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kent. Het klonk zo mooi hè, in de tijd van de democratisering. Nou, het was ook mooi. Ja, maar uiteindelijk waren het toch de regels die hij bepaalde. Hij bepaalde wat er gebeurde. Ja. Maar kijk je er toch niet een beetje met weemoed naar, nu je weet wat je weet? En... Nee, want die tijden daarna zijn ook fantastisch geweest. Zelfs bij de TOS heb ik een hele leuke tijd gehad. Ja, want dat is altijd een beetje een raar moment geweest. Hè? Mulder vertrekt bij Veronica, 1973, er zijn zelfs bij Veronica nog steeds gevechten. Of je nou werd ontslagen of ontslag hebt genomen, dat is schilder. Bij Veronica ben ik weggegaan. Je bent weggegaan. Oh, dat is een derde visie. Ja. Ja. Nee, ik begrijp dat ik kreeg nog een half jaar salaris van Bill mee. Okay. Dus okay. Dat doe je niet als je wordt ontslagen. Maar ik begrijp dat je ook je heel duidelijk hebt gespiegeld aan wat er in Engeland was gebeurd, 1967. Hè? Van degenen die eerder weggingen, hadden een mooie plek. Ja, ik zag Tony Blackburn als eerste vertrekken bij Radio Londen en die had de beste baan. Ik denk, wat hij kan ik ook. Okay. Dus het was ook berekening, meneer Mulder. Het was berekening. Ja, ja. Sterker nog, het feit al dat ik bij Veronica aan de slag kwam, was ook berekening. Want ik was bij reclamebureaus gaan werken, zodat er contact bestond tussen reclamebureau en berekening. Ja. Dus ik hoorde toen van een van de mensen van de verkoopafdeling bij Veronica,
dat Eddie Becker weg zou gaan. Ik dacht, hey, nou zo is het ontstaan. Ja. Dus ik ben met een bandje naar Jan van Veen gegaan. Toen moest ik nog dezelfde dag terugkomen. En toen werd ik aangenomen. Want Bill Verwij, die dacht, die komt bij een reclamebureau terecht, dus die neemt klanten mee. Ja, ja. Ook zakelijk is het een goede om hem aan te nemen. Dus ik kreeg 6 uur in de week. Ja. Maar dan ben je weggegaan. De Veronica, dat dobberde nog een jaar door. En heb je dan toch niet eens een keer spijt gehad, bijvoorbeeld bij het laatste uur van, goh, was ik er maar bij geweest? Ja, uiteraard zijn er wat emoties. Ja. Ja. Maar ik heb je in geen enkele interview ooit over gehoord, hè? Dat, nou, augustus 73 was afgelopen met Veronica. Ja, je hebt er dan toch wat mee en dan stopt het en dan zit je ergens buiten die groep daarna te luisteren. Dat lijkt me kil en nee, want hard. Ik had een baan en zij niet. Dat is ook weer zo. Ja. Maar hoe werkt het? Ik probeer me dat voor te stellen dat je in die chaos van de Charme bij Veronica hebt gewerkt. En dat je dan in het audiopaviljoen, het omroeppaviljoen moet werken. Nee, het was natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dat was verschrikkelijk. Hoe sla je je daar doorheen? Dat is toch... Je weet hoe leuk het is en hoe het kan zijn. En dan kom je langs de portier van het omroepkwartier. Nee, ik dacht van als je nou hard werkt en die programma's worden zeer stom, dan wordt het vanzelf leuker. En zo werkt het ook. Ja. Maar vanwaar die keuze wat je hebt... Want je hebt een poster genomen, hè? Poster was de eerste. Ja, maar was dat ook een bewuste keuze? Want als ik nou dit doe en dit, dat zijn succesvolle concepten. Daar kom ik ver mee bij de Tros. Het gekke was dat ik al die uren kreeg, maar om wat voor reden, weet ik niet precies. Dus Maat was toen in dienst, we hadden Hugo, we hadden Adje Roland, nou ja. Ja? Ja. We hadden maar een heel kleine ploeg. Ik dacht, ik blijf gewoon vragen kijken, dan komt het wel. Dus ik kreeg... Dus ik kreeg sowieso fantastische uren. Ja. Het was helaas één keer in de week, plus de nachtuitzendingen. Maar ja, mooie uren kon je natuurlijk niet weg. Maar kon je daar iets doen met teambuilding? Voelde het ook alsof jullie iets hadden met elkaar om radio te maken? Of was het loszand en is dat ook altijd gebleven? Nee, die mensen weer, en dan kun je ze niet kwalijk nemen. Want niemand heeft het ooit verteld. Ze waren ook nooit in Amerika geweest of in andere radiolanden. Nee, maar dan zou je kunnen zeggen, je bent er verantwoordelijk. Je drijft zo'n tent, ga er eens kijken. Dat zou toch wel zijn? Er werd niet over nagedacht. Nee. Er werd niet over nagedacht. Maar dat gaf een voorsprong. In je eigen programma's, om het heel mooi en heel precies uiteraard te doen. Wat poster was ik had het voordeel dat ik al die ervaring had en al die dingen had meegemaakt en echt geïnteresseerd was in radio. Ja. Dus toen ik een klein jongetje was, wist ik eigenlijk al dat ik met de radio wilde werken. Ja. Dus toen ik een jaar of 8, 9 was, toen wilde ik nieuwslezer worden. Heb ik wel gesolliciteerd, maar ja, nieuwslezer van 8 jaar, 9 jaar, dat... Nou, ze worden steeds jonger tegenwoordig. Daarom. Ja. Maar ik begreep ook van Hugo van Gelderen, die daar aan het hoofd stond van de kruiwagen met kikkers, dat hij daar eigenlijk toch ook niet zo gek veel kaas van had gegeten. Hoe kan het dan dat er toch iets is geworden? Want het stak er bovenuit, het was goed. Was dat ondanks of dankzij? Ik had natuurlijk de ochtendshow, ik had de middagshow en ook nog het uur om 7 uur 's avonds. Dus dat is een mooie basis om de rest ook op te bouwen. Ja. Nou, en Maat, die wist er wel wat van. En Maat, die wist er ook wat van. Ja. Maar werd je daarin gestuurd? Of zei je van, nou, ik wil het ongeveer zo en zo doen. Met deze teneur, dit soort platen. Dan kreeg je die vrijheid? Of was er dan vergaderen? Volkomen vrijheid. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk... Veronica deel 2. Ja, Veronica deel 2. Ja, en niemand die dan zei, we nummelden, u draait wel erg veel dit of dat. Nee, maar ze konden moeilijk mopperen, want die luistercijfers waren natuurlijk fantastisch. Ja. Maar zat je dan toch niet bij zo'n omroep met een soort frustratie van, potverdorie. Het was één eens per week, mijn kunstje en dan... Het was een constante frustratie. Maar ja, er was niks anders. Ja. Dus het was sowieso wel fantastisch dat je die baan had. Maar met wat voor gezicht zat je dan bij die programmavergaderingen die, neem ik aan, gingen over de kleur van de Pinesis op het prikbord en zo? Op maandag kwamen alle pluggers langs.
Dus, en als er iets was, werd er eventueel mogelijkerwijs over het programma gesproken. Maar er werd nooit over het programma gesproken. Nee, nee. Wat toch opnieuw heel merkwaardig was. Ja, ja, als je niet weet hoe het moet of er geen verstand van hebt. En nooit hebt bewezen dat je er verstand van hebt. Maar maakte je dat niet een beetje boos op? Of dacht je van, mijn tijd komt nog wel, het kan niet anders of de regels zullen verruimd worden? Zo heb ik altijd gedacht, ja. Ja, mijn kans. Ja, bij Veronica al en later bij de Tros weer. Ja, ja, ja. En heb je toen ook weer strategisch gedacht? Van, er komt wat aan, ik moet daarbij zijn. Daarom ben ik naar Cable One gegaan toen. Ja, maar het was wel riskant om het te doen, hè? Want, ja, wat voor status had ik? Maar Veronica was ook riskant. Ja. Moeder roept, wat doe je nu? Je hebt toch een mooie baan? Ga je nemen aan bij Veronica werken? Ja, die begreep de onderliggende passie. En bij de Tros was ik ook niet in vaste dienst. Maar gewoon freelance. Ja. En mijn moeder iedere keer vragen van, ben je al in vaste dienst? Gaat het wel goed met je pensioen? Ja, gaat het wel goed met je. Ja. Ja. Maar ja, alles wat je doet, doe je toch zelf. Ja. Ja, dat geldt eigenlijk het hele leven. Ja. Maar dat geloof had je ook, het zal meer worden en beter en meer naar mijn zin. Ik zal het ooit een keer kunnen boetseren zoals ik dat eigenlijk al jaren voor ogen heb. Dat begon eigenlijk met Cable One. Ja. Want dat was, ik probeer het even terug te roepen, hè. Toch heel erg riskant. Want wat voor status had het? Mocht het nou niet upbeamen via de PTT en dan weer uitzenden in Eurowaals? Nou ja, allerlei dingen om een beetje radio dat net te zwabberen. Ja, en ja, Van Koten wordt later, is altijd heel boos. Die heeft het dan over de CDA-maffia. Ja, ja, ja. Die hem heeft genaaid waar hij bij stond. Ja, en toch denk je, ja, hij heeft wel heel veel risico genomen. En jullie allemaal met het station om het toch te proberen. Ja, maar hij had nog een ander inkomen. Want hij deed nog een heleboel andere dingen. Ja. Maar dat gold natuurlijk niet voor de mensen die er werken. Nee, maar dan is het toch een hele grote sprong in het diepe. Eigenlijk wel, ja. Ja. Zag je dat aankomen dat het niet goed zou gaan met dat Cable One? Dat het toch wel een hele smeltende ijsschots zou blijken? Ik zag het als een kans om echt wat van het vak te maken. En later wist ik, kwam al wel weer wat anders. Ja, maar kon dat met die restrictie van dat Eurowaals? Ja, dat is toch heel ingewikkeld om dat in een programma van... Dat was een beetje in het begin, maar later verdween het helemaal. So take your Yoko Cassetto recorder, ja, met twee woofers en speakers. Ja. Now for... ja, dat was toch een beetje mal om naar te luisteren. Een beetje boel. Ja, ja. Maar ja, het gekke was dat de mensen de programma's opnamen destijds. Je kunt je nou niet meer voorstellen dat mensen radioprogramma's gaan opnemen. Nee. Dus het raakte toch die snaar, ja, die jullie wilden. Ja. Ja. En ja, toen ging het heel rommelig. Ik bedoel, er was geen Final Hour, maar allerlei kabelmaatschappijen die de stekker eruit begonnen te trekken. De ene naar de andere. Tot er helemaal niet meer. Dat is toch raar. Heel raar. Ja. Volgens mij was Flevoland een van de laatste. Dus toen riep jullie nog, hallo, ladies, ja, dat. Ja. Goedemorgen. Ja. Ik kan me herinneren dat Gerard Reitsma het laatste uur heeft gedaan. Ja, en toen was het... En toen luisterde er bijna niemand meer. En toen was je weer bij de Tros, want hadden ze eruit gegooid, hè, in de tussentijd. En er was nog niks anders. Ja, Radio 10 had iets bedacht wat wel mocht. In een mooie U-bocht, bleek achteraf pas. Maar dan stond je op straat. Toch? Ja. Nou, ze voelden het ook. Hoor. Kreeg je dan niet ontzettende zenuwen? Van, ik heb nu het verkeerde... Nee, ik wist steeds, er komt alweer wat anders. En ik had gelukkig dat contact met John de Mol. Dus prijsbewust ging ik toen doen. De prijsslag heette. Dus, en dan toen kwam de radio weer. Ja, en jullie hadden ook de studio, hè? De studio, ja. Maar ja, dat was niet echt een... Dat was niet een florerend groot... Daar kon je niet van bestaan. Nee, nee. En hoe is dat toegegaan om bij Radio 10 uit te komen? Ik kwam Herman Heinsbroek, die was... Heinsbroek had toen alle aandelen overgenomen. Dus die was de baas van Radio 10. En die heeft zelfs op een gegeven moment gedacht van... Ik stop ermee, want het schiet niet op. En ik verdien er nog na 3 maanden of 4 maanden... Ik verdien nog steeds geen geld. En ik kwam hem tegen bij de Spandershoef, een van de restaurants in Hilversum. En die zei, doe je al wat, want... kun je bij Radio 10 komen werken? Hij zegt, je hoort nog van me. En toen werd ik, de week daarna werd ik gebeld door Joen Soen.
Okay. Dus je hebt ook nog op gestemd later. Nou, ik denk dat hem werd verteld dat ik zo moest kiezen. Oké. Ja. Maar toen kreeg je ook eindelijk de touwtjes wat meer in handen. In eerste instantie niet. Nee, eerst was programma's maken, maar succesievelijk kreeg je toch de regie en de invulling en de keuze van disjockeys en programmatisch. Ja. En toen dacht je van, nou ga ik het dus doen zo als ik denk dat het gaat lukken. Min of meer, ja. Door het heel erg strikt te doen ook. De muziekkeuze, disjockey. Ja, en wat je natuurlijk sowieso hebt, dat de mentaliteit van de mensen in het algemeen iets anders is dan de mentaliteit in Amerika en Engeland. Ja, ja. Dus Nederlanders vinden altijd dat er geen basis bestaan. Wij bepalen zelf wat we doen. Dus daar heb je natuurlijk mee te maken. Ja, ja. Maar ging het naar jouw zin, de manier waarop dat radioteam... Het kwam aardig in een hoekje. Want er is ook wel eens hele harde kritiek op je geweest, hè? Van Tom Mulder schept disjockeys naar zijn evenbeeld en zo, herinner ik me dat soort... Ja, maar dat is nooit zo geweest. Nee, dat was toch genoeg onderscheid. Er staat een ex-collega daar aan de overkant, hij kan het bevestigen. Ik heb voor jou nog een paar jaar meegemaakt. Ja. Ik probeer die idee te helpen, meer niet. Ik kan misschien nog meer de jongens die dan aankwamen die dat niet hadden gedaan. Dat heb je misschien wel, maar ja. Ik weet het niet zeker. Ja, zo werkt het natuurlijk wel, hè. Op een gegeven moment ben je iemand die mensen naam. Nee, maar ze dachten natuurlijk van, hij is succesvol, dus dat willen we ook. Dus laten we maar doen zoals hij doet. Dus er is nooit gedacht van laten we hem eens gaan nadoen. Ja, je had niet die bandjes en zeggen je moet dat hier anders doen. Nee. Probeer het eens met wat meer Engelse dictie te brengen. Nee. Dat is echt de gewone vrijheid van de... Ja. Maar nou is het heel erg programmatisch opgebouwd. Hè? De draaien zoals het ook in Amerika heel succesvol draait. Dan zou je denken, nou schieten die luistercijfers helemaal door het lint. Hè? Ja. Nou, dan gaat het door het plafond. Ja. Terwijl er dan toch in de segmentering niet boven de hele grote jongens uitkwam. Komt dat omdat het in Nederland een verkeerde manier van programmeren is? Of was de markt al vol, de koek op? De ontvangst was natuurlijk beperkt van Radio 10. Dus Sky had sowieso de winst van een goede ontvangst. Dus ik wil niet zeggen dat de ontvangst bepaald is geweest voor het succes van Sky. Dat heeft natuurlijk wel heel erg geholpen. Ja, en als eenmaal die race met die krachtsverhoudingen er is, dan is het heel moeilijk om daar nog een keer doorheen te komen. Maar we hadden sowieso redelijke luisterschrijvers. En toen raakt jullie opeens de met veel problemen verworven frequentie weer kwijt. Ja. Dat is de droevigste dag op mijn leven. Het was heel droef. Ja. Want dan heb je het opgebouwd en dan zie je het wederom na Cable One nog een keer weer. Dus het is, als je nagaat, eigenlijk mijn hele leven, of in ieder geval mijn werksituatie, is constant een gevecht geweest. Want je wist nooit zeker of er weer een volgend jaar zou komen op de radio. Nee. En gelukkig kwam er steeds weer een jaar. Maak je dat onzeker? Dat je denkt van, ik heb in een opwaartse beweging gezeten en nou brokkelt het toch ook buiten mijn schuld weer af. Nee, want Erik de Zwart was toen directeur van Radio 10. En die belde mij op een zaterdagmiddag, dezelfde week of de week daarna, van ik heb een middengolffrequentie geregeld. Ik dacht, hoi, we beginnen weer. Dus, en van die 1395 kwam later die hele sterke. Ja, dus dan is het dal weer... Ja, voor de Frieks, de 1008 kostte €800.000 per jaar. Moet je nagaan, dus. Dat is niet lang vol te houden als je geld wilt verdienen. Nee. Nou ja, het blijkt ook dat al die etenfrequenties hun tol eisen. Ja. Dat het... Maar het zijn hele slechte frequenties over het algemeen. Ja. Het zijn allemaal restfrequenties. Ja. Maar goed, dan komt er toch een dag dat je niet meer welkom bent in de herberg. Hè? Dan zou je toch zeggen, nou, ik heb misschien met John de Mol, omdat we in dezelfde tijd zijn begonnen en zakelijk hebben we liever leed gedeeld. Dan is het misschien toch net iets meer dan... De mensen die nu werken, die verdienen maar heel weinig. Dus al de mensen die geld... Ik sowieso zat ik natuurlijk met beperkingen vanwege de gezondheid. En ik kreeg gewoon mijn salaris doorbetaald.
Want ik zou over 2 jaar worden gepensioneerd. Dus ik kreeg mijn volledige salaris. Dus ik had eigenlijk niks te klagen. En ik ben er echt van overtuigd dat er weer een nieuwe situatie zal voordoen. Ja, ja. Maar het is ook gewoon een platte bezuiniging geweest van de dure jongens eruit. En dan op een lager instapniveau met de zender doorgaan. Ja. Je ziet het ook in anderen. Want bijna alles is al een keer verkocht. Behalve 58 is ook verkocht. Want het ging van de Mol naar de RTL. Ja. Kun je nou met een blik op het verleden een gooi doen wat er in de toekomst gaat gebeuren in Nederland? Je zei, dat komt steeds in die mailtjes weer voor. Radio is een stiefkindje, het hangt er maar een beetje bij. Wat gaat er gebeuren? Het schijnt, maar ik weet er te weinig van, dat men op het ogenblik bezig is met een nieuwe manier van distributie. Ook anderen zijn weer bezig met nieuwe stations, omdat ze denken van er komt weer een kans. Ja. Maar dat is dan, zeggen de cultuurpessimisten, de sterke individualisering. Hè? Er zijn niet eens meer taartputten, er zijn alleen nog wat kruimeltjes waar iedereen mee bezig is. Nou, de massamediatijd is wel geweest. Ja, maar ja, als je naar Amerika of naar Engeland kijkt, dan valt het eigenlijk best mee. Want ook in Engeland stikt van de stations. Ja. En hier zijn er maar een paar. Nou zijn hier ook weer mensen uit de goede oude dagen, hè? Radio England en dat soort. Heb je daar nog wat mee, als je die mensen dan ziet? Dat waren toch een beetje jouw helden. Mensen die in het vak zaten, voordat je zelf, dan zat je zelf bij een reclamebureau en luister je naar Ron O'Quinn en weet ik wie. Nee, dat waren niet, waren geen helden, maar bijna goden. Goden? Ja. Ik vond het bijna eng om bij ze in de buurt te komen. Ja, dat viel je en het stil. Is natuurlijk fantastisch om Kenny Everett te groeten, bijvoorbeeld. Ik ben een keer bij de BBC geweest, had hij een programma gedaan samen met Dick Cliff. En dat is natuurlijk fantastisch om dat soort mensen tegen te komen. Ja. Dan val je een beetje stil. Het zijn de momenten dat een disjockey geen tekst heeft. Dat zijn inderdaad echt helden. Ja. Maar de eerste kwam ik tegen al in 1966, want toen ben ik in Londen geweest. En toen zijn we naar Curzon Street geweest, het hoofdkantoor. En Tony Winston liep natuurlijk al rond. Ja, nou ja, goed, dat kunnen weinig mensen zeggen in dit zaaltje. Nou, dat weet ik niet. Ja. Maar dat koester je dan ook nog steeds? Dat je die tijd hebt meegemaakt, dat het je heeft gevormd, het gek de duw heeft gegeven? Het gekke is dat je nooit vergeet. Dat je ieder moment herinnert. Alsof het gisteren is gebeurd. Ik zie me nog zo bij Curzon Street, zie ik me in de winnaar. En een van de mooie momenten was natuurlijk om aangenomen te worden bij Veronica. Ik reed terug naar het reclamebureau in Amsterdam en kon niet stil blijven zitten in mijn auto. Ja, maar zat je ook zo van, nu ben ik zelf de stem op de radio geworden voor anderen? Nee, ik dacht van, nu heb ik bereikt wat ik wilde. Nou, maar ja, dan ben je in de 20. Wat dan voor de rest van je leven nog? Ik had mijn banen opgezegd bij het reclamebureau. Terwijl het helemaal niet zeker zou zijn nog of ik wel een contract voor Veronica zou krijgen. Je moet, af en toe moet je ook een beetje durven. Ja, maar dat gevoel zat goed. Ik bedoel, dat voel je dan ook een beetje dat het wel goed is. Ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Nee. Dat weet je niet. Maar heb je dan ook voor jezelf een soort gouden moment gehad dat je tijdens je live uitzendingen op zo'n boot staat, die zendmasten daarboven, de kust in de verte? Nee, want ik was al ziek met Veronica Boer. Dus jouw gouden moment was in de Brits met een emmertje eruit. Het gouden moment was als ik weer in mijn bed lag. Ja. Ja. Dat is ook niet zo lang geweest. Hè? Dat je daar, ja, op zondagmiddagen wel eens. Nee, ik heb wel eens programma's tussendoor gedaan. Toen, dit zijn details en dat is heel privé. Maar toen liep mijn huwelijk niet zo goed. Toen dacht ik, ga een week naar Veronica. The safe heaven. Ja. Ja. Nou, dat is... Ja, wil je straks ook nog gaan luisteren naar wat die oude knarren met alle respect... Nou, ik ben zeer benieuwd. Maar hebben jullie dan ook iets wat je bindt? Wil je dan ook nog weten hoe het zat? Of denk je, nou, ik hoor het aan en ik vind het mooi? Nee, ik vind hen groter, zeg maar, dan de mensen bij Veronica. Omdat ze dat avontuur op zee, op die boot, hebben gehad en Veronica deed alles toch op band. Ja, ja. Dat was een beetje een slap aftreksel toch van hoe het had. Sterker nog, bij iedere verspreking bij Veronica werd destijds gestopt. Ja. Dus toen ben ik ermee
ben je begonnen om niet meer te stoppen met opname, maar door te gaan. Ja, ja. Ja, want dat is het vervelende. Die spanningsboog van live en op zee en dingen die omdonderen als het waait. Wat Veronica discjockeys deed, was altijd, ze praten altijd tegen de technicus. Dus je hoorde ook altijd de namen van die technici die dat programma schoven. Ja. Maar wat anders moesten ze hebben. Ja. Terwijl het eigenlijk een afgeleide is van rechtstreeks praten tegen het publiek. Precies. Had je wat zit je aan mooi? Ja, ja. Dat ging al nergens meer over dan natuurlijk. Ja. Maar dat is, je zegt, ze waren voor mij goden. Hè? Maar dat kwam ook omdat ze de generatie daarvoor zaten, hè? Dat neem ik aan. Wat daarna komt, dat is dan toch, dan kijk je met een andere blik naar dan wat je zelf heeft gevormd, mag ik alleen. Het kwam ook door de professionaliteit waarmee ze werkten. Want hoe Londen en Radio England klonk, het was natuurlijk helemaal fantastisch. Heb je nog wat mensen met mensen die nu op de radio zijn of komen? Ik luister nooit naar de radio. Hey. Ik luister naar internet. En daar stikt het ook van de radiostations. Ja, maar je bent dan over de zee. Aan de andere kant, ja. Ja. Maar hoe komt dat? Interesseert het je dan onvoldoende wat mensen van de huidige generatie te vertellen? Ik heb ook het idee dat er niet bewust en vakmatig, dat de mensen die er werken, dat die vakmatig bezig zijn. Dus het zijn wel discjockeys die programma's maken. Maar wat ze aan het doen zijn, hebben we weer dezelfde situatie als Veronica. Dat weten ze niet. Nee. Maar wat zegt het bijvoorbeeld dat Giel Beelen alle radioprijzen krijgt? Is dat de norm die... Er is niks anders. Ja. Maar het is niet de norm waarvan jij zegt van... Het is niet de norm, nee. Het zou de mijne zijn. Nee. Nee, maar hij zal best goed zijn. Maar ja, het is een andere generatie. Ja. Maar jij was van de generatie die luisteraars u noemde, hè? Zelfs die sportjes, ja. Nu is allemaal je en jij Hufter. Ja. Als iemand belt. Ja. Dat is ook de scheidslijn. Tussen maar dat is jij. Alleen in Nederland, niet in andere landen. Alleen in Nederland zijn ze zo onaardig tegen luisteraars. Ja. In andere landen is dat niet. Niet in Engeland, niet in Amerika, niet in Frankrijk. Nee. Terwijl dat er ook bij hoort bij die professionaliteit. Wees fatsoenlijk tegen de mensen die je willen aanhoren. Maar wat is een manier om luisteraars vast te houden? Zo aardig tegen die mensen te doen. Maar niet om ze voor hufter uit te schelden. Nee. Ja. Komt dat nog weer goed? Is dat een pendulebeweging die weer de andere kant zal uitgaan? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, waarom ik het denk, weet ik niet. Maar zit dat dan ook in zo'n norm- en waardehoekje, waardoor dat weer wat meer... In Nederland is natuurlijk een raar land. Ja. We zijn natuurlijk, en 100 jaar geleden was het ook, zoals je erover leest, de mentaliteit van de Nederlanders is een vreemde. Is grof, sowieso. Ja. Ik las wel vroeger dat er als de buitenlanders in Nederland kwamen, die vertelden of de brutaliteit van de dames. En waarom? Geen idee. We zijn natuurlijk altijd een zeevarend land geweest. Dus sowieso al de mentaliteit van zeevaarders is natuurlijk ook een beetje aan de grove kant. Ja. Twee vragen uit de zaal. Hebben we nog tijd voor? Ja. Radio England. Ik luisterde eigenlijk altijd naar Londen, maar als op Londen The World Tomorrow werd uitgezonden, had ik wel eens de neiging om naar een ander station te luisteren. Maar ik vond England altijd een beetje, ik vond het heel erg goed, maar misschien een beetje te Amerikaans voor Europa. Maar ik vond het natuurlijk fantastisch om te luisteren. Maar ik was zo verknocht aan Radio Londen dat ik eigenlijk niet naar anderen luisterde. Behalve dan als er de World... Pardon? Verder veel snel. Verder veel snel. Prachtig, prachtig. Maar ja, ik vond... Ach, ik vond Britain Radio vond ik ook heel leuk om naar te luisteren. Ja. En dat zijn toch allemaal dingen die je als een soort, in een soort spons hebt opgezogen. Ja, ja. Van dit komt op een gegeven moment uit mijn eigen mond ongeveer een beetje naar buiten. Ik hoorde zelfs... Het lag een beetje aan het weer. En ik woon in Amsterdam.
En als je wilt, dan kon je zelfs Radio Scotland horen trouwens. Ja, ja. Of was? Caroline van de andere kant. Ja, was je ook zo iemand met koperdraad? Ja, zeker. Oh, oké. Okay. Nou, dan hebben jullie nog veel om over te praten. Precies. Vanmiddag. Tom, we gaan een bakje doen. Dank voor je komst en voor je openhartigheid. Graag gedaan. Tom Mulder.